Kom dan. Nice. Oh man, ik ga nog goed met het semi-auto wapen. En er komt mijn zween. Yo, bros en brats, welkom bij een nieuwe World War II video. We zitten, ja, in World War II. Het eerste dat we gaan doen is even een TDM potje spelen, want ja, dan heb ik dit contract voltooid. En daarna spelen we even een Search and Destroy potje, want we moeten bom planten in Search and Destroy. Vandaag gaan we ook eens met wat andere wapens spelen. Want, wat, rename. Oh, we moeten ze effectief naam geven. Snipper. Ik heb dus ook een sniper aanstaan en dan hier heb ik een bij de cavalry die ik ook nog moet wat dingen mee moet doen. Moet ik nog een, ja, ik moet nog een en het ander doen zoals deflection met het shield in één leven en nog wat assist krijgen. Dus daar kunnen we dan met het andere wapen spelen dat ik eens mee ga spelen. Gewoon om het eens wat te veranderen. Ik ga dat misschien wel vaker doen. Ik heb niet zoveel wapens. Want veel zijn DLC wapens en die heb ik niet. En die zijn nog dan sterkste ook. En hier, ja, die twee, maar de stun vind ik niet. Nee, er zijn betere wapens aan de stun gekomen. De stinger. Oh, damn. Dit ding ziet er echt bruut uit. Dan allemaal snipertjes. Maar oké. We gaan dus eerst beginnen met dat potje TDM. Ik zie jullie daar. Het is dus op de map USS Texas. En wat ik jullie ook nog wil zeggen is... ik wil eigenlijk wel meer terug Call of Duty spelen. Maar ja, ik speel dit heel vaak alleen, waardoor ik het minder leuk vind. Maar we gaan even... een beetje luider. Mission begins now. Remember your training. En ook, ik heb ongelooflijk veel last van de warmte. Het is hier echt niet normaal warm. Oh wow. Ah, nope. Ik heb energetic hierop staan. Oh, dat was mooi van die gast. Maar zin heb ik toch. en ook heel veel last van slijmpjes. Wat ging ik nu zeggen? Over there. Dropping A's on bomb. Oh, voor me. Oké, dat was echt een mooie snipe. Of, was dat een snipe? Ziet er niet echt uit als een sniper, dat was links beneden keek. Wow. Waarom schiet je dan niet op mij? Anders had ik een assist. Die gast zit daar zo te campen, oh my god. Oké, is niet meer. Ik wil niet veel. Fighter pilot inbound, strafing the target. Waar komt? Oh, die komt van de andere kant. Ik wou nog dingen te zeggen, maar ben ze vergeten. Qua update zit het... Oh, mijn eerste kill, nice. Dat is gewoon M1A1. Een M1 Garand. Kijk, dit wapen gewoon is. Om dit ding en zo te horen. Enemy recon aircraft observed. Wauw, potje was al meer lang bezig dus. We gaan nog een TDM potje doen mensen. Ja, ik zou weer 1-4, ik speel echt niet graag met die cavalry class, want ik kan er één niet zo goed mee spelen. Maar ik wil gewoon de perk dat je krijgt door hem te prestige. Maar ja, wat ik nog wou zeggen was... Wat was dat?
allemaal. Shut up. Waarom staat er een rood tekentje bij mij? Dat heb ik nog niet eerder gezien. Ik heb dus heel veel last van de warmte. Ik ben echt aan het zweten nu bijvoorbeeld. Bij jullie is het waarschijnlijk ook mega warm. Ik weet niet wat dat is in bijna heel de wereld. Waarschijnlijk de opwarming van de aarde, maar ja. Het is hier ongelooflijk warm. We spelen op Point du Hoc, onze laatste TDM match. En daarna een potje Search and Destroy. Ik vraag me echt af of ik die bom mezelf ga kunnen planten. Maar wat ik wil zeggen is, ik heb al een outro voor mijn Team Deathmatch. Voor mijn voor de updates heb ik al een outro, heb ik al een profielfoto. En dat is het eigenlijk. Ik moet nog een intro maken, want daar ben ik nog niet echt zeker. Dat gaat waarschijnlijk heel simplistisch zijn, gelijk nu. En daar ook nog een banner. Moet nog maken, dus dit is ongeveer halverwege. In de trein! We hebben een kill. Ik ga eerst even voor de kills gaan. Okay, hier naar boven en naar rechts zitten ze. Mooi! Achter mij. Hoogstwaarschijnlijk. Punt smijten. Kom dan. Nice. Oh man, ik ga nog goed met het semi-auto-wapen. En ik had moeten zwijnen. Ik had echt moeten zwijnen. Oké, even kijken hoeveel kills moet ik nog. Hier is hij. Oh, heb ik hem al? Oh ja, ik heb hem al. Oké. Nu moet ik proberen. Ah nee, ik moet bij teammates blijven, want ik moet assist hebben en dat gaat niet. Oh, er zijn teammates bij mij zijn. Nice, kijk, zo'n soort assist moet ik dus hebben. Ik wil ook wat meer een beetje switch it up, zo wat andere dingen gebruiken zoals ik nu andere wapens gebruik. Nee. Enemies in the bunker! Wat? Ik heb me like twee keer een knife! Ik daar een knife in? Ik heb misschien één keer een knife. Ik had hem één keer moeten hit hebben. Just like you, bro. En dan komt er een in mijn rug. Ik wil dit met Andy doen, hè, maar Andy heeft echt 0% goesting om dit nog te spelen. Waardoor ik die ene. Kom op dan. Oh, is dood. Nice. Oh, ik ben net van de andere kant. Waardoor ik deze challenge veel moeilijk kan voltooien. Omdat er niet continu iemand bij mij. Shotgun. Ah. Dory. Er loopt daar weer in. Er is hier weer in. Oh my god. Ja, zeg maar eens wat jullie. Wat is dat voor wapen? Waar heb je nu nog nooit gezien?
Man, dat ding is wel redelijk goed. Kijk. Enemy recon aircraft in the air. Oh, daar stond hij dan net in. Allee, melee, voilà. Reloaden, het is nodig. En Andy is net online. Another one. En ik zet er. Oh my god. Ik wil altijd in achter mij komen, hè. Oh my god. Rico. Get to cover. Teammates! Another one. En dan staat er een achter met mijn shotgun opnieuw. Oh. Enemy recon aircraft in the air. Help! Oh, dan is nog maar 19 te gaan of zo. Enemy care package observed. Denied them their resupply. Nice, kanon assist. Dat zijn dus ook assist. Als je ze één keer raakt, dan moet het dus niet per se met shield zijn. Maar met shield is wel het gemakkelijkste, denk ik. Incoming enemy artillery, get to cover. Nice. Enemy bomber approaching. Incendiary bombs incoming. Incendiary bombs, oh my god. Oh, what? Oké, ik had verwacht, ik kan er gewoon even snel doorlopen, maar blijkbaar dus niet. Ah, die flames zijn dus deadly, ja. Ja, shotgun. Als je hier met de shotgun kunt spelen, zijn echt overpowered, dus als kun je niet wel. Shotguns zijn enorm moeilijk om te balancen. Ja. Dan zie ik jullie in het Search and Destroy potje. Dit is een Search and Destroy op USS Texas. Ik heb geen idee hoe dat hier werkt. Ik heb nog nooit Search and Destroy bij zichzelf gespeeld hierop. Maar we gaan het dus gewoon nog eens met dit wapen doen. Ik heb er... Oh, oké. Okay. Hoeveel is het al? No. Oké, dat moet ik dus doen. Waarom reload je? Hij had geen kool in zijn wapen. Ik zou sowieso niet winnen. Wat? Dat is een nieuw wapen. Enemy has defused the explosion. Round loss. Oké, wow. Wat fair. 3-6. Oh my god. Search and destroy. Dit wordt zo unfair. We moeten nu defenden. Voor. Work heb ik. Best reload. 2-3. Ah, kut man. Oh, ik haat die dingen zo hard. Oh, waarom plaatsen mensen dat? Dit wordt geen goeie. Search and destroy. Ah, ik kan zelf niet aan de bom raken. Demolish their ordnance, crush the enemy supply. Explosive on the move. We have the bomb. Yeah, I know. Boys, we moeten wel meespelen, hè? Oh, kut, er is er één. Nee, dat is al één. Oh, ik had hem kunnen planten. Oh, mijn teammates sukken echt zo hard. En die staat hier stil van achter. Wauw. Wow.
Wauw. Oké. Ja, hier gaat het dus niet aan lukken. Ik ga die bom niet kunnen planten. Zeker niet in deze game. En deze gast is lag. Ceasefire! Niet. Search and destroy. Zijn deze nu niet willen, dan is het onmogelijk. Oh, we zijn nu zelf op met zes, oké. Ik ga gewoon even kijken dat er hier niemand zit te campen. Nee, oké. Another one. Nee, kom op man, waarom gebruiken jullie dit? Zo laf. Oh, ze hebben de bom geplant. Jee. Zo is het. Oh, mijn dubbele shotgun. Kom op man. No, 4, we zijn verloren. Ik heb hem niet eens geraakt. Oh my god. Oké. Okay. Ik heb het eens geprobeerd, Sir and Destroy, maar zonder team kunnen we het dus niet spelen. Allee ja. Dit is totaal niet gelukt. En er zijn mensen die terug S-mines gebruiken, of Bouncing Berries. Of Trip Mines, of whatever. Maar ze zijn... heel ambetant. Dus ja. Ik zie jullie allemaal in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Nog niet gesubscribed. Kom bij de roedel. Join de pack. Dan zie ik jullie allemaal in de volgende video. Peace.